vandaag hebben over cijferend vermenigvuldigen en cijferend delen. En tot slot ook nog hoe je het gemiddelde uit kan rekenen. Nou, cijferend vermenigvuldigen, dan doe je 238 keer 41, mag je natuurlijk gewoon onder elkaar zetten. Dan krijg je 238 keer 41. Natuurlijk niet een keerteken vergeten. Dan beginnen we met 1 keer 8 is 8. 1 keer 3 is gewoon 3. En 1 keer 2 is 2. Nou, dan gaan we naar het tiental. De 4, er staat eigenlijk ook wel 40, dat is een tiental. Dus we schrijven een 0 op. 4 keer 8 is 12. 32, sorry. 4 plus 8 is 12. 4 keer 8 is 32. Dus we schrijven er 2 op en we moeten de 3 onthouden. Dan is het 3 keer 4, dat is wel 12. Plus die 3 is 15, dus 5 opschrijven, 1 onthouden. 4 keer 2 is 8, plus die 1 is 9. Dan kunnen we er een streepje op zetten en dan mogen we alles bij elkaar optellen. 8 plus 0 is 8. 3 plus 2 is 5. 2 plus 5 is 7. En dan natuurlijk nog de 9. Die blijft nog over. Dan is het je antwoord 9758. Dan gaan we eventjes naar deze som. 8134 keer 154. Natuurlijk netjes onder elkaar zitten, want we gaan het cijferend oplossen. Beginnen we met 5 keer 4, dat is 20. 0 opschrijven, 2 onthouden. Dan hebben we 5 keer 3 is 15. Plus die 2 is 17. En natuurlijk die 1 opschrijven. We moesten 7 opschrijven, 1 onthouden. Dan moeten we 5 keer 1 doen, dat is 5. Plus die 1, dat is 6. En 5 keer 8 is 40. En dan haal ik eventjes alles wat we moesten onthouden voor deze ronde even weg. Dan gaan we naar het tiental. Dan eventjes een rode streep onderzetten en ik zal het eventjes een 0 opschrijven, want we gaan het hebben over een tiental. Dan doen we 4 keer 4 is 16, 6 opschrijven, 1 onthouden. 4 keer 3 is 12 plus die 1 is 13. Weer 3 opschrijven, 1 onthouden. 4 keer 1 is 4 plus die 1 is 5. En 4 keer 8 is 32. Dan gaan we het hebben over een honderdtal. Dus dat betekent niet 1, maar 2 nullen. Dan 1 keer 4 is natuurlijk 4. 1 keer 3 is 3. 1 keer 1 is 1. En 1 keer 8 is 8. Dan gaan we alles bij elkaar optellen. 0 plus 0 plus 0 is natuurlijk 0. 7 plus 6 is 13. Plus 0 is 13. En dan doen we 3 opschrijven, 1 onthouden. 6 plus 4 is 10. Plus 3 is 13. Plus die 1 is 14. 4 opschrijven, 1 onthouden. 5 plus 3 is 8. Plus die 1 is 9. 4 plus 2 is 6. Plus 1 is 7. En 3 plus 8 is 11. Dus mijn antwoord is, even kijken, voordat ik iets zeg, 1.179.430. Dan gaan we eventjes een deelsomcijferend oplossen. Zoals jullie weten mag je dat doen met de staartdeling, dus dat gaan we nu ook doen. Als ik natuurlijk genoeg plek heb. Nou, daar gaan we. Hoe vaak past de 4 in de 1? 0 keer. Dus we gaan direct naar de 15. Hoe vaak past de 4 in de 15? Nou, 3 keer, want 3 keer 4 is 12. 3 opschrijven en de 12 van die 15 afhalen. Dan wordt dat 3. Dan mogen we die 2 naar beneden halen. Dan wordt het 32 delen door 4. Nou, dat is een makkie, want 32 delen door 4 maakt 8, want 8 keer 4 is 32. Daar hou ik 0 over. Dan mag ik die 6 naar beneden halen. Hoe vaak past de 4 daarin? Nou, zeker 1 keer. Dan halen we de 4 daar af.
Dan wordt het 2, blijft er over. Nou, mag die 4 weer naar beneden gaan halen. Maak 24. Nou, 24 kan ik delen door 4. Dat is namelijk 6. Een 6 opschrijven. 24 delen door 4 is 6. Dus 4 keer 6 is 24. Hou ik er weer 0 over. Dan haal ik de 8 nog naar beneden. En zoals jullie weten past de 4 2 keer in de 8. Natuurlijk eerst de 2 even opschrijven, anders vergeten we dat. En dat van elkaar afhalen en dan hou ik er 0 over. Dus dit is helemaal juist. Nou, dan de laatste. Dit was een deelsom, geen keersom. Zo, 40.448 delen door 32. Nou, gaan we dus weer een staardeling van maken. Nou, eens eventjes kijken. Hoe vaak past de 32 in de 4? Nou, 0 keer. Hoe vaak past die in de 40? Nou, zeker 1 keer. Dan schrijven we in ieder geval die 1 eventjes op. 40 min 32 is ook wel 8, dus dan blijft er 8 over. Nou, dan gaan we die 4 naar beneden halen. Dat is 84. Hoe vaak past een 32 daarin? Nou, zeker 2 keer, want dat maakt 64. Een 84 min 64 is 20. Die vergeten die 2 op te schrijven. Dan mogen we de 4 naar beneden halen. En hoe vaak past die daarin? Nou, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, dus dan gaan we eventjes kijken. Ik gok op 32 keer, zo zeggen, 6. 6 keer 2 is natuurlijk 12. 1 onthouden, 6 keer 3 is 18 plus die 1 is 19. Nou, klopt wel redelijk. Dus hij past daar 6 keer in. Dan worden 204 min 192. Nou, 4 min 2 kan. Dat is 2. 9 min 0 kan niet, dus moest ik lenen bij de buren. Dan wordt het 10 min 9 is 1. En dan 1 min 1 is 0. Nou, dan mogen we die 8 naar beneden halen. Ja, en hoe vaak die hier precies in past, durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Ik kan wel gokken, want ik gok dat het 4 is. Dan wordt het 4 keer 2 is 8 natuurlijk. En 4 keer 3 is 12. Dus dat is helemaal juist. Dus hij moet, het past er 4 keer in. En dat is 128. En dat is 0. Dan gaan we het eens even hebben over het gemiddelde. Het gemiddelde is het, is zeg maar precies het tussenstuk. Bijvoorbeeld met deze, met de temperatuur. Ik zal er eventjes met een ander kleurtje doen. Hier is de temperatuur van een maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Nou wil ik weten hoeveel graden het gemiddeld was over die 4 dagen. Dus wat was ongeveer het aantal graden als je zou moeten kijken? Nou, wat je dan gaat doen om het gemiddelde uit te rekenen, tel je eerst deze 4 getallen bij elkaar op. Dus dan wordt het 14 plus 12 plus 17... plus 9. Nou, dan doen we even eventjes zo. Dan wordt het uiteindelijk 26 plus, nou grappig, 26. En dat is 52. Nou, we weten dus dat al deze 4 getallen samen 52 is. Dan, ja, het is een beetje raar om op een dag 52 graden te hebben. Dat is een beetje gekker. Dan moeten we het nog delen door het aantal getallen wat ik heb. Want ik heb 1, 2, 3, 4 getallen. Dus dat betekent dat ik 52 moet delen door 4. Nou, we weten dat als ik 40 doe, dat is 10 keer 4. Nou, dat is dus net niet helemaal. Maar als ik dan even kijken, 48 toe, dat is 12 keer 4. Nou, dat zit wel een beetje in de buurt. En 52, dat is weer plus 4, is ook wel 13 keer 4. We zullen het nog eventjes hier opschrijven. 13 keer 4, dus 4 keer 3 is 2, of 12, en die 1 opschrijven, dan krijg ik 4 keer 1 is 4, plus die 1 is 52.
is er 5, dus dat wordt 52. Dus 52 delen door 4 is 13. Het gemiddelde is dan ook 13 graden. Is 13 graden de afgelopen 4 dagen. Als dit nou het totaal was van 3 dagen, moest je het delen door 3. Was het het totaal van... Wat een kleurtje pak. Als het totaal was van 2 dagen, het zou wel heel warm zijn, dan moet je het delen door 2. Als het totaal was van 5 dagen, dit hele stuk, moet ik het delen door 5. Het is gewoon belangrijk dat je elke keer kijkt hoeveel getallen heb ik en waar moet ik het totaal door delen. Dat is belangrijk om eventjes mee te nemen bij de opdrachten. Ik wens jullie veel succes met de opdrachten en tot morgen weer.